Uw aandacht voor een bekendmaking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De directeur van Onderwijs maakt bekend dat het Department of Human Development, dat de Organisatie van Amerikaanse Staten OAS, in samenwerking met Cullen International in België, beurzen voor onderstaande trainingen in het Engels ter beschikking stelt aan Surinaamse staatsburgers. Mastering EU Telecoms Regulation plus Specialized in Competition Law in the Telecom Sector 21 oktober tot 25 oktober 2019 Specialized in Regulation and Competition Policy in the Digital Economy 21 november tot 22 november 2019 Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor informatie omtrent de trainingsprogrammas, de sluitingsdata, de inschrijving en de criteria klikken op de bijbehorende links. Voor nadere informatie over de beursen kan men e-mailen naar Kullen international, koppelteken internationalcom Paramaribo, 23 augustus 2019. De directeur van Onderwijs, Natasha Bennanon.